De gemeente Overbetuwe heeft voor de realisatie van twee zonneparken een omgevingsvergunning afgegeven. Daarmee lijkt de komst van twee zonneparken die gepland zijn langs de A15 in Overbetuwe weer een stap dichterbij. Aan de westkant van Overbetuwe wil Zonnepark Hemmen een park aanleggen dat 20 hectare aan grond moet beslaan. Daar is dan plek voor 65.000 zonnepanelen. Verder naar het oosten heeft Zonnepark Overbetuwe een park ingekaderd waar 200.000 panelen geïnstalleerd kunnen worden. Samen kunnen de zonneparken voldoende energie opwekken om de totale elektriciteitsbehoefte van alle Overbetuwse huishoudens te voorzien. Na het afgeven van de omgevingsvergunning kunnen de initiatiefnemers een subsidieaanvraag doen bij het Rijk. Als deze wordt verleend, kunnen de voorbereidingen voor de aanleg van de parken beginnen. Naar verwachting zijn de zonneparken in 2022 klaar.